De Brede Roostraat wordt vernieuwd. Het woord is aan de bewoners. Wie bent u en waar woont u? Ik ben De Groot, ik woon in Brede Roostraat 62. Wat vindt u van de straat? Nou, niet zo best met die renovatie. Nou. Het zit al anderhalf jaar tussen een beetje troep. En nee, ik vind het op het moment niet zo bi. Wat vindt u nu van de verkeerssituatie zoals die nu is? Wel gevaarlijk, hè? Je ziet het wel. Een kind wil oversteken en er komt een auto aan en het ligt er bijna onder. Dus het kan anders. Hoe zou u denken die te kunnen veranderen? Nou, ik zou dus voor een woonerf zijn, dus dat de auto's dus, nou ja, als ik zei, de fietsers dus en de auto's allemaal gelijk zijn. Dus dat de auto's uit moeten kijken voor de kinderen en zo. En dat ze dus door middel van drempels of iets stapvoets moeten rijden. Heeft u zelf een auto? Ja. Zou u het beslist noodzakelijk vinden dat de auto voor de deur zou komen te staan? Nou, ik heb dus omstandigheden waar ik dus wel eens de auto 's nachts nodig heb dus. In verband met ziekte van iemand die dan naar het ziekenhuis moet. Maar anders zou het me niet kunnen verschillen, ook nou 5 meter lopen of 20. Maakt niks. Hebt u soms een enig idee hoe het zou kunnen worden met het pleintje? Met de opknapbeurt, zoals speelmogelijkheden? Ja, ik zou dus dingen voor de kinderen waar ze dus zelf iets mee moeten doen. Dus niet gedwongen spelen, maar iets waar, dus, waar ze dus zelf mee zouden. Maar wel dingen natuurlijk die niet weggehaald kunnen worden. Ik noem maar onder andere zo'n indianenhut die je wel eens ziet van hout of zo. En waar de kinderen dus op kunnen spelen en zo. En veel groen, hè. Weet je eigenlijk wat een woonerf is? Nou, ik weet het wel. Het is dus nou ja, wat ik straks al zei, dus dat is dus waar zowel auto's als fietsers en lopende mensen gewoon evenveel recht hebben. Dus. Foutenhuis, Brede Roostraat 91. Hoe lang woont u al in de Brede Roostraat? Vanaf 63. Wat vindt u van de straat? Ja, ik vind het wel gezellig hier. Gezellige straat? Gezellige straat, ja. Wat vindt u nu van de verkeerssituatie zoals die nu is? Ja, ik vind één richting verkeer moest je doen voor de kinderen, hè? En dan dit moeten ze wel laten, voor het spelen voor de kinderen, vind ik. Dat moeten ze niet afnemen. Dus niet afnemen? Nee. Heeft u een auto? Nee. Oh, dus als u nou zelf een auto heeft, zou u dan per se voor de deur zou moeten parkeren? Nou, voor mij niet. Dus het kan me niet schelen wat ze... U zou het niet doen, eigenlijk wel wat een woonerf is. Ja, is iets in de Kaartstraat, hè? Ja. Ja, nou, dat hoeft voor mij hier niet. Nee, ik ben zo tevreden, vind ik het wel leuk. Heeft u enig idee hoe het met het pleintje zou kunnen veranderen, met spelmogelijkheden voor de kinderen? Nee, de ene zijn grasveld en de andere zijn dit, nee, weet ik niet. Wie bent u en waar woont u? Ik ben mevrouw Peters, ik woon Brede Roostraat 59. Hoe lang woont u al in de Brede Roostraat? 2 jaar. Wat vindt u nu van de straat? Ja, slecht, hè? Uitermate slecht. Wat vindt u van de verkeerssituatie, zoals ook u nu slecht. Is? Ik had liever dat de eenrichtingsverkeer. Ik rijd zelf ook auto, maar ik vind het toch wel prettig als de eenrichtingsverkeer kan komen. Dat is ook makkelijker voor de kinderen. Een pleintje met de speelmogelijkheden eventueel te kunnen veranderen. Oh, dat vind ik wel leuk voor de kinderen. Dus dat vind je wel leuk? Ja, dat vind ik wel aardig. Heeft u zelf een auto? Ja, uiteraard. Die heb ik bij me. Zou u het bezwaarlijk vinden dat de auto niet voor de deur zou kunnen parkeren, maar in oogzicht? Dat... Ja, dat vind ik. Het maakt niet zoveel uit. Als we nou hier voor de deur kapot maken, een eentje verderop, dan maakt niks uit. Nee. Weet u wel wat een woonerf is? Ja, dat weet ik toevallig, want de kennis van mij die woont erop. En wat is dat? Dat is gewoon, hè, dan mag je de auto maar 50 rijden. Hè? Maar dan vind ik, of je nou zo'n straat hebt of een woonerf, dan mag je. Vind je van de straat op zichzelf? Ja, slecht. Slecht? Ja, de straat mag beter gemaakt worden. En net de tekening 3, hoe je daar achteraan hebt. Gewoon helemaal dicht, maar gewoon zo heel lang. Ja, meer voor de kinderen doen, hè? Vind ik tenminste. Hoe zou u het pleintje op zichzelf willen veranderd hebben? Nou, een trapveldje. En een speelplaats. En gewoon voor de kleiner allemaal zandbakken zo en een klein baantje. Hoe lang woont u al in de straat? 31 jaar. Wat vindt u zelf van de straat? Hoe dit? Wat vindt u zelf van de straat? Nou, Na 31 jaar kan ik zeggen dat ik altijd gezellig goed gewoond heb, want anders had ik er heus geen 31 jaar blijven wonen. Wat vindt u nu van de verkeerssituatie zoals die nu is? De verkeerssituatie op zich dat er vaak veel te hard gereden wordt. Dat is een gevaar voor de kinderen en dat echt voor de kinderen iets apart gemaakt moet worden, dat ze rustig kunnen spelen buiten het gevaar van de auto's.
Hoe zou je die zelf denken te kunnen veranderen? Dat weet ik niet, dus weet ik er heel weinig van, maar wat het gemak zou is. Hebben. Zou je het dan bezwaarlijk vinden dat hij deze niet voor de deur zou kunnen parkeren? Nou, dat zou ik bezwaarlijk vinden. Dus niet in oogzicht? Want ik had graag dat iedere auto wel bij iedere woning kon komen, eventueel met schoonmaken of wat ook. Hij moet gewassen worden, je kan slecht met een emmertje water de straat overgetekend en aan de andere kant de wagen gaan wassen. Nou, spelenmogelijkheden voor de kinderen wel, spelenmogelijkheden, maar ik ben absoluut tegen een trapveld voor de grotere. Omdat de grotere mens in zich de kleine juist van de pleinen af jagen door het voetballen. En als de kinderen dan op straat spelen, is dat het gevaar voor de auto's, voor de kinderen. Waar woont u? Mevrouw Schotenbellen, Breedroofstraat 98. Hoe lang woont u al in deze straat? 42 jaar. Wat vindt u van de straat? Nou, rommelig. Met die honden. He, zo laat die de honden maar. Ik ken er wel van Jansen en zo. Moet je schrappen. Nee, dat wordt niet geschrapt. Dat komt er allemaal in. Nee. Wat vindt u nu van de verkeerssituatie zoals je nu is? Slecht, vind ik kinderen om te spelen. Dat vind ik heel slecht. Hoe denkt u die te kunnen veranderen? Om de parkeerhaven zit aan die kant. Gesloten, we hebben een tekening, jongens, een tekeningen maken met die, zoals in water, met een woonerk, weet je wel. En dan woonerk vind ik heel leuk. Ja, met die inhammen erin, weet je niet, in hart, dat heet die ook. Moet dat ook nog, woonerk. Met die kinderen, dat is toch niks, hè? Wat langzaam rijden hier, heel langzaam. Heeft u enig idee hoe het pleintje zou kunnen veranderen? Voor zeker. Spelmogelijkheden voor de kinderen of zoiets? Ja, een beetje groen. Maar dan moeten ze ook een bord te zetten voor honden verboden, hè? Want anders schiet je er nog niks meer op. Een woonerf is? Nou, ik heb er nog geen gezien. Het mag wel mooi worden, maar ik heb er nog niet gezien. 17 jaar. Wat vindt u van deze straat? Nou, ik heb er altijd wel plezier gewoond. Maar er komt wel een hoop veranderen. Wat vind je van het pleintje om te spelen? Vind je dat wel leuk? Zou je ook graag gras willen hebben? Ja. In een zandbak? Veel verkeer. Snel verkeer? Veel snel verkeer. Ja, dan mogen ze best wel eenrichtingsverkeer maken, want het is levensgevaarlijk voor de kleine kinderen. En zo is die grote cementauto's en die vrachtauto's, die moest hier ook verdwijnen. Wat voor spelmogelijkheden eventueel voor de kinderen, voor het pleintje of zoiets, of iets anders? Ja, ik weet niet wat ze tegenwoordig hebben. Ik bedoel, hun hadden vroeger zandbakken, maar dat vind ik nou ook weer niet zo ideaal, want daar gaan de katten en de honden in. Ze moeten echt iets hebben wel, wat voor hun eigen is, niet voor honden en zo. Ja, ik weet niet wat ze dat tegenwoordig allemaal veel gebruiken. Weet u wat een woonerf is? Weet ik niet. Voetbalveld en een of andere speelgelegenheid. Wat vindt u er nou van? Ja, ik vind het als tijd wat, ja. Waar moeten die kinderen anders naartoe? Alleen hier en op de kerkplein. Nou, de Goffert kun je ze niet naartoe sturen. Een trapveldje en een kinderspeeltuintje. Ja, vind ik wel, ja. Maar welke ruimte willen ze daarvoor gebruiken? Deze ruimte? Ja. Of ergens anders? Ja, hier op het plein. Ja, ik vind ze moeten het wel in de buurt houden, vind ik. Zoals het nou is. Nou, zoals hij nou is, vind ik hem erg rumoerig. Richting verkeer. Ja. Dus u denkt de verkeerssituatie te kunnen veranderen door het inrichtingsverkeer te maken? Zes. Knikken in de weg maken en de auto's rijden. En als die knikken in de weg zijn, dan komt er ook een vrachtverkeer erin. Leg dat nog eens een keer precies uit. Helemaal dicht maken. Dat het een woonerf wordt van deze tekening, zodat het motorverkeer, het rijdende verkeer, auto's en de brommers, niet harder kunnen rijden dan stapvoets. Je kunt dat nooit helemaal onder controle hebben natuurlijk, want als de mensen zeggen van het zal mij een grote zorg zijn en ik rij wel hard door,